In elke aflevering van Musical Facts praat ik met een icoon uit de musicalwereld in het kader van 50 jaar musical in Nederland. Vandaag praat ik met een man die in de jaren 70 zelf in heel veel grote musicals heeft gestaan, maar inmiddels zijn eigen academie heeft en elk jaar heel veel nieuw jong musical talent aflevert. Ik heb het natuurlijk over Frank Sanders en zijn Frank Sanders Academie, onderdeel van het ROC in Amsterdam. Zing, 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 zing met ons mee, kom zing een liedje mee. Het zijn barre tijden, maar een lied een blij gezicht. Frank, kan je nog herinneren wat de eerste musical was die je ooit gezien hebt? Dat moet een film geweest zijn. Niet een theater, een filmmusical. Ja. En de eerste musical, filmmusical, waar ik echt helemaal van ondersteboven was. En ook die ik wel 10 keer gezien heb. Mm-hmm. Dat was West Side Story. Was dat ook aanleiding voor jou om het theatervak in te willen? Nee, de aanleiding was aanvankelijk de revue. De Sleeswijk Revue, met Donald Jones. Want omdat ik een donker typeje ben, dacht ik, toneel, theater in. Mm-hmm. Maar ik dacht, dat is heel moeilijk als je donker bent. Maar Donald Jones was donker en die danste in de revue. En ik wou ook wel dansen. En ik vond die revue met al die veren en pluimen en die meiden en zo, dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dus ik wou een soort tweede Donald Jones worden, zou ik maar zeggen. Trage rivieren, sluizen en pieren, mist en mest, varkenspest, degelijke schoenen en boezeroenen, zondagspak, hobbezak, Hollands. Mascara was hier, groot succes. Er zijn vele musicals gevolgd, hè. Evenaar, Amerika, Cinderella. De laatste was dat. Revue. Aan welke heb je de dierbaarste herinneringen? De dierbaarste herinneringen zijn voor mij de eerste, Maskerade. Niet alleen vanwege het succes, maar ook het feit dat je voor het eerst samen zo moet met maar een heel klein clubje, hoor. Maar 6 mensen, dus het was eigenlijk een soort cabaret gezelschap met een orkestje. Met Simoontje en met Luus en Henny en Mary. Ja, dat was een hele dierbare tijd. Heel gelukkig ook, waar we niet uit. En Madame Arthur, daar ben ik heel erg aan gehecht. En eigenlijk ben ik wel heel erg trots ook, gek genoeg, op onze jubileumvoorstelling, op Cinderella. Maar daar heb ik ook heel veel verdrietige herinneringen aan. Omdat ik toen ziek werd, dus die show werd afgemaakt. Het is sensationeel. Wat je niet elke dag ziet, stoelen dansen, alleen vermaak. Je krijgt het niet vaak, ja, in romans. Maar hier is een deel, één moet is weg. Toch hebben jullie een belangrijke periode in de Nederlandse theatergeschiedenis, hè? De musicals van jou en Jos. Ja. Wat is jullie betekenis voor die 50 jaar musicalgeschiedenis in Nederland? Onze betekenis? Ja? Nou, ik denk dat er heel veel, dat er heel veel mensen nu in het vak zitten die ons ooit gezien hebben als kind en dachten dat wil ik ook. Heb jij zin om straks even mee uit te gaan? Oh, jawel, nee. Je moet je even ontspannen, je hebt morgen je tv-show. En ik weet een fantastische tent, de Soef Soef. Wij nemen daar een lekkere neut en dan nemen we alles eens rustig door. Hier in huis kom je nergens toe. Nee, hier ben je nog nooit, dus met z'n tweeën. Zeg, wat zoek jij? Een boterham. Hé, hey, ben jij nog hier, Mick? Ja, kom ik gezellig even een boterham lenen. Echt een vriendinnetje van Pim, hè? Ik heb alleen maar oud brood, maar dat kan ik wel even roosteren. Nee, de broodrooster is kapot. En het feit dat het allemaal oorspronkelijk Nederlandse musicals waren. Dus we hebben nooit een musical gedaan die van buiten kwam, of vertaald van buiten. Dus dat heeft ook mensen toe aangezet om te gaan schrijven. Als Koen van Dijk is daardoor ook geïnspireerd geraakt. En dus dat denk ik dat belangrijk is geweest. En we waren samen met Andy M.G. Schmid de enige die de musicaltheater maakt in Nederland. Wat vind je van het aanbod aan musicals op dit moment in Nederland? Nou, ik vind erg veel jong en leuk. Je gaat vaak naar het buitenland om daar te kijken. Is het daar beter? Ja, maar daar is het ook gedifferentieerder. Ze doen daar alle soorten musicals. Ze doen boekmusicals, dus musicals met van scènes en liedjes. Ze doen musicals die alleen maar gezongen zijn. Ze doen musicals met alleen maar dans. Ze doen musicals die gebaseerd zijn op een componist of op een grote ster, een grote man. Ja. En maken daar dan musicals van. Maar wat voor musicals zouden wat jou betreft naar Nederland mogen komen?
Uit het buitenland dan? Ik zou Kiff the Spider-Woman wel heel graag eens een keer uit willen, helemaal gespeeld willen zien. Hoe herken ik nou een leerling van jouw academie als ik naar een musical zit te kijken? Is er een handtekening die je ze meegeeft? Ik denk dat mensen van deze school heel goed in staat zijn om door datgene wat ze moeten spelen, de rol die ze moeten spelen, iets van zichzelf daaraan toe te voegen. Vanuit hun eigen smaak, maar ook hun eigen persoonlijkheid. Meer dan ja. Mensen die ergens anders vandaan komen? Ja, dat durf ik wel te beweren, ja. 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 En zit je dan vol trots in de zaal? Ja, heel erg trots. Ja, stoom uit mijn oren. Ja, echt. Volgend jaar word je 65. Ja. Is dat een moment om te gaan stoppen? Of Nee, ik ga gewoon door. Je gaat gewoon door. Nou, je wordt natuurlijk, ik ben natuurlijk ambtenaar, omdat wij onderdeel zijn van het ROC van Amsterdam. Die ons zeer goed supporten en ondersteunen. Want derzonder zou deze school niet bestaan. Nou, wel bestaan. Maar zou het niet op deze manier uitgevoerd kunnen worden wat we doen. Zou je niet dit lesprogramma kunnen draaien? Dus dat is wel heel belangrijk voor ons. Dus als ambtenaar word je gewoon ontslagen op je 65ste. Maar ik word daarna artistiek adviseur. En ik blijf gewoon lesgeven. Blijf gewoon lesgeven. Ja. Wat zou er nog moeten gebeuren? Of welke musical moet naar Nederland komen om jou nog één keer weer op die planken te krijgen? Nou, ik heb één hele kleine wens. Maar ik weet niet of ik daartoe kom, hoor. Om van een toneelstuk van Terence McNally, om daar Allard Blom een bewerking van te laten maken. Met mooie liedjes en dan mooie muziek van Rodi Matthijs erbij. En dat is een duo musical, zoals They're Playing Our Song. Mm-hmm. En dat zou ik dan samen met Ara Halici willen spelen. God. In hele kleine zaaltjes waar nou hooguit 30 mensen in kunnen.